Ze zingt over racisme en burgerrechten, burgerstrijd en vrijheid. Over de liefde en moeder aarde, het klimaat en de ziel. Singer-songwriter en troubadour Shishani, samen met onze huistrompetist Diederik Rijpstra. You got rules, telling me what to do. Is there anybody checking up on you? I've got to do. Many have died for a freedom of mind, for the freedom of truth. Could you be guilty for being a little bit different from the rest? Come on, come on, come on now, people, put yourself to the test. Every minority has a priority. We wanna be equally free. Love me, hate me, discriminate me, but you can't change the way I feel. Telling me who to love, telling me how to live, telling me what life is. Oh, how you're mistreating me. I said, oh, how you're mistreating me. And oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. This ain't the way. Oh, point your finger at me. I bet that makes it easy. We need to realize where the true problem lies. It ain't who you are, but the size of your mind. Can you see with your heart and the past preconceptions? Can you see my soul past the labeling section? This is who proud. Won't let no one bring me down. Ooh. Ooh. Dankjewel. Sommige wensen weten gewoon schoonheid aan pijn en strijd te geven. Dankjewel, Shishani. Dankjewel, Moenie. Een vraag. Ja. Is het tijd voor actie? Het is altijd tijd voor actie. Hmm. Ik voel dat het nu misschien duidelijker wordt hoe schrijnend de problemen zijn. De verschillen tussen rijk en arm. Verschillen tussen mensen die wel of niet naar een ziekenhuis kunnen. Die corona hebben. Maar het is niet iets wat nu pas geldt. Het is er altijd al geweest. Het wordt nu alleen maar duidelijker. Het wordt uitvergroot. Het wordt uitvergroot, zeker. Ja. Je was de afgelopen jaar op heel veel protesten en bij heel veel demonstraties te zien. Ja. Geeft het je hoop of word je soms moedeloos van weer een protest, weer staan, weer voor diezelfde basale mensenrechten strijden? Ik zou zeggen in het begin, mijn jonge twintiger jaren, dan denk je ik wil dat dit ooit stopt. Mm. Maar als jij accepteert dat verandering eigenlijk langzaam gaat en dat het gewoon een strijd is die je moet blijven voeren en dat er eigenlijk niet een eindpunt is. Ik hoop natuurlijk in mijn diepste dat het wel zou kunnen. Maar ik weet gewoon dat de strijd gewoon lang is. En dat er heel veel strijden zijn die gestreden moeten worden. Dus met dat in gedachten denk ik gewoon, we moeten gewoon blijven gaan. Je moet blijven opdagen, je moet blijven spreken, je moet kritisch blijven. Soms word je moedeloos. Maar goed, daar moet je ook gewoon ruimte voor geven. En accepteren dat het zo is. En dan weer kracht vinden om verder te gaan. En waar haal jij je grootste kracht vandaan? Ik denk vanuit een heel diep besef van wat goed en wat slecht is. Mm. En net zoals eerder is gezegd, er is geen vraag, moet je iemand redden uit de zee? Nee. Natuurlijk moet je iemand redden uit de zee, punt. Dus zo voel ik gewoon in mezelf van, hier sta ik voor en ik ga dat nooit veranderen. Nou, dankjewel. Minority, Shishani. Ja.